Mijn papa is geboren in 1921. Toen hij 9 jaar oud was, kreeg hij als cadeau een accordeonnetje. Want hij was verkikkerd op muziek. En wat heeft hij gedaan? Hij is in de kelder gekropen, heeft de deur op slot gezet, is er een halve dag ingebleven, is naar boven gekomen en speelde een deuntje op dat accordeonsje. Het accordeontje staat op een piano Vacavo die we gekregen hebben en die is van 1894. Maar spijtig genoeg speel ik zelf geen piano. Maar ze staat er en wie hier komt, speelt er soms een deuntje op. Muziek voor ons was ontspannend, belangrijk. Elk jaar met kerstmis, met nieuwjaar, al de verjaardagen van de kinderen, de kleinkinderen, speelde hij met papa op zijn accordeontje. En het is zo belangrijk, muziek, het ontspant en het is zo eerlijk. Het is even mooi als de natuur. Mijn vader, zijn lievelingsvedette voor accordeon, dat was Yvette Horner. Dat is een heel bekende accordeoniste. Maar bij ons was accordeon op ons boerderij, want we woonden op een boerderij. En dat was voor ons een grote ontspanning. En dat was ach, fantastisch. En alle kindjes van de geburen kwamen bij ons naar papa's en accordeon luisteren. Met de buren hier, op de Gillemijnlaan in Gerasbergen, zijn we buiten gekomen. Dankzij onze trommelaar, Arne, elke avond kwam hij trommelen. En ik was een beetje jaloers van Arne, want ik wou ook iets doen met muziek. Maar spijtig genoeg ken ik geen noot, kan ik niet spelen. Dus heb ik die accordeon genomen van papa en meegedaan op straat. En er stond er iemand die opgevoed is bij mijn ouders. En die heeft dan nadien aan Valerik gevraagd, was dat een accordeon van Bompa? Inderdaad, want mijn vader speelde ook voor hem accordeon. Wat jullie daar zien, die porseleinen hand met de juwelen en het klokje daarbij, zit er een heel groot verhaal achter. In de zin, ik heb 36 jaar bij Baxter gewerkt en er was een handschoenafdeling van vinyl en latex handschoenen. De ene fabrikage was met deze porseleinen handschoen, de andere met aluminiumvorm. Dat stond op een groot machine en die draaide rond en het draaide en onderaan het machine was er een bad met latex en die vormen gingen erdoor, kwamen eruit, moesten een beetje drogen en die moesten daaruit getrokken worden. Ik ben gestopt bij Baxter op 15 juni 2006 en destijds heb ik een tekst gemaakt en ik ga u die tekst voorlezen. Subject: thanks to all of you. Dit had ik wel in 4 talen gedaan. Beste mensen, binnenkort sluit ik een tijdperk af van bijna 36 jaar bij Baxter en wou jullie allen bedanken voor jullie warme en eerlijke samenwerking. Jullie inzet, jullie vriendelijkheid, jullie wijze raad en steun. Aan onze jonge generatie zou ik het volgende willen zeggen. Wat je ook in je beroeps- en privéleven doet, streef altijd naar perfectie. Zo doen is het leven mooi, niet alleen voor jezelf, maar ook voor alle anderen. Eerbied voor elkaar moet jullie altijd vergezellen. En tenslotte wil ik jullie allen het beste toewensen voor uw toekomst op beroeps- en privévlak. Wees fier te werken voor Baxter, het is een fantastische onderneming. Het gaat jullie wel. Goede vaart, Lenny.